Wethouder Zorg en Welzijn en ook wethouder van burgerinitiatieven in het portefeuille, maar de initiatieven moeten van de bewoners komen. In de afgelopen jaren hebben we kunnen zien in de stad dat tal van burgerinitiatieven dwars door de stad tot wasdom zijn gekomen. Meneer Baks, u zit hier in de pitch voor het beste vrijwilligersidee 2016. Ja. Wat is uw idee? Nou, ons idee is in ieder geval om voor demente bejaarden, die eigenlijk een beetje een vergeten hoek is geworden, maar de komende jaren alleen maar een aantal gaan stijgen, een leefbare situatie te creëren, dat ze er eigenlijk veel prettiger voelen in een buitenomgeving. En hoe moet ik dat zien? Nou, een belevingstuin wordt dat genoemd. Er zijn er al diverse in Nederland pilotprojecten van. En uit wetenschappelijk onderzoek is gewoon gebleken dat gewoon die mensen er eigenlijk veel prettiger voelen, veel beter eten en niet zoveel aandacht nodig hebben, minder medicijngebruik en ook minder begeleiding van het verplegend personeel, wat toch al heel erg krap is in die sector. En hoe moet ik dat echt concreet zien? Zit er een rotspartij in? Zit er een waterpartij in? Er zit bijvoorbeeld een waterpartij in, er zit bijvoorbeeld een soort kinderboerderijtje in, met een konijntje of met een bokje, waar ze kunnen voeren. Er zit op hoogte bijvoorbeeld een moestuintje in, waar ze zaadjes kunnen doen, dat ze ook hun eigen kruiden kunnen telen en ook later weer kunnen oogsten. En hoe ver bent u al met dit idee? Nou, het idee is al vrij ver, want we gaan een samenwerking aan dus met Oosterhof, dat heet tegenwoordig Park 1 Wijk van de Nijnselgroep. Dat is in Den Bosch, hè? Dat is in Den Bosch. En met de buurtbewoners en ook vooral de HAS en andere scholen proberen we zoveel mogelijk erin te betrekken tot een goed ontwerp voor die mensen om er eigenlijk goed te kunnen vertoeven. Dus kort samenvattend, dus dat is een project dat concreet in Den Bosch wordt verwezenlijkt? Ja, ja. En dat wordt de Oosterhof? Dat was Oosterhof, want dat heet tegenwoordig Park 1 Wijk. En op welke termijn moeten we denken? En we moeten denken dat de HAS eind volgende maand moet gaan starten. En dan binnen 2 maanden met een concept komt en een prijsindicatie van wat het moet gaan kosten. Zodat wij verder kunnen gaan met het budget van Nijnselgroep zelf. Wat we nog verder bij moeten toveren, zeg maar, om het project rond te krijgen. En wat verwacht u hier uit deze pitch uit te halen? Ja, ik weet het echt niet goed. We hopen op 5000 euro natuurlijk, want daar kunnen we dan de HAS al van betalen, want die gaan 5000 euro kosten. Maar alles is meegenomen eigenlijk. En we zijn met andere fronten ook bezig. We zijn met de ING bezig, we zijn met de provincie bezig, om daar geld voor los te krijgen, want het is gewoon een gigantisch groot probleem voor die mensen. En zo'n belevingstuin, is die ook voor de wijk toegankelijk? Hij is openbaar en het is de bedoeling dat de wijk en de dementen daar samenkomen, dat die ook mee gaan helpen in het onderhoud en dat die dus ook kunnen vertoeven in die tuin. Uiteraard, wederkerig moeten de dementen niet eruit kunnen, want dan zijn ze weg. Ja?